Hoi, ik ben Danielle en deze video gaat over de belangrijkste termen in de anatomie. Je gaat leren over de anatomische positie, de verschillende vlakken, de positionele termen en de lichaamsgebieden. Laten we beginnen met de anatomische positie. Om ervoor te zorgen dat iedereen in de zorg het over hetzelfde heeft, is de anatomische positie van het lichaam bedacht. Hierbij staat iemand rechtop, met het gezicht naar voren, de armen langs de zijkant met de handpalmen naar voren. De benen staan recht onder het lichaam met de voeten iets uit elkaar. Vanuit hier kunnen we dan aangeven waar iets zit. Hiervoor gebruiken we de anatomische vlakken, de positionele termen en de lichaamsgebieden. De anatomische vlakken zijn sagittaal, coronaal en transversaal. Sagittaal deelt het lichaam op in een linker en een rechterdeel en loopt dus hier of hier of hier. Een bijzonder voorbeeld van een sagittaal vlak loopt precies in het midden. Dat vlak gebruiken we dan ook het meest, namelijk het mediane vlak, waarbij links en rechts aangeven dus heel makkelijk wordt. Alles links van het mediane vlak heet links, linkerarm, linkerbeen, linkerbuikhelft, linkeroog, etc. En alles rechts van het mediane vlak heet rechts. Ook kunnen we met dit vlak aangeven of het dichtbij of veraf de middellijn ligt. Dat doen we met de positionele termen mediaal en lateraal. Mediaal betekent dicht bij het midden, bijvoorbeeld het hart ligt mediaal van de bovenarm. En lateraal betekent verder van het midden, dus de bovenarm ligt lateraal van het hart. Dan kunnen we het lichaam nog indelen in het coronale vlak, oftewel de verdeling in voor en achter wat in de geneeskunde ventraal en dorsaal heet. Bij dat soort benamingen gaan we straks ook nog even stilstaan. Voorbeeld. De wervelkolom ligt dorsaal van het borstbeen. Het derde en laatste belangrijke vlak is transversaal, oftewel de verdeling in boven en onder, wat we in de geneeskunde craniaal en caudaal noemen. Cranium betekent schedel, dus craniaal betekent letterlijk richting de schedel. En caudaal betekent richting de staart. Maar ja, aangezien we die niet meer hebben, is richting de voeten misschien een betere vertaling. Zo kun je dus bijvoorbeeld zeggen dat de schedel craniaal ligt van de schouderbladen. En de schouderbladen juist caudaal van de schedel liggen. Dat waren de anatomische vlakken. Maar zoals je al gehoord hebt, zijn die dus nauw verbonden met de positionele termen. Eigenlijk heb je ze al voorbij horen komen. Rechts, links, mediaal, lateraal, ventraal, dorsaal, craniaal en caudaal. Rechts en links worden in het Latijn dexter en sinister genoemd. Dus die zet ik er even neer. Met dan als betekenis rechts en links. Mediaal en lateraal voor het aangeven hoe ver iets van de middellijn ligt. Ventraal en dorsaal om aan te geven of iets voor of achter ligt. En craniaal en caudaal om aan te geven of iets boven of onder ligt. Er komen er maar twee bij die we nog niet hadden besproken. Proximaal en distaal. Deze worden gebruikt bij de ledematen. Proximaal betekent richting het aanhechtingspunt, zoals de oksel of de lies. En distaal betekent richting het uiteinde, de vingers en de tenen. Zoals bijvoorbeeld het dijbeen ligt proximaal van het scheenbeen. Om de verwarring nog even iets groter te maken en er nog even wat lastige termen bij te gooien, zijn sommige positionele termen die hetzelfde betekenen als degene die we al hebben besproken. Anterior betekent hetzelfde als ventraal. Posterior betekent hetzelfde als dorsaal. Superior betekent hetzelfde als craniaal. En inferior hetzelfde als caudaal. Dan vul ik nu nog de tabel even snel aan met de voorbeelden die ik al eerder gegeven heb, zodat jullie een mooi overzichtje hebben. Oh, wat een informatie. Maar ik beloof je dat als je deze termen kent, dat je heel wat meer gaat snappen wat er geschreven staat in het elektronisch patiëntendossier. Oftewel het patiëntendossier wat in het ziekenhuis gebruikt wordt. Dan wil ik met jullie nog de lichaamsgebieden doornemen. Bij het beschrijven van pijn, klachten en ziektebeelden zeggen we namelijk niet bijvoorbeeld in de oksel, maar axillair. Moet je maar net weten dat axillair oksel betekent, toch? Dat soort termen wil ik nu met jullie bespreken. Het is even wat woordjes stampen, maar je zult er echt heel veel plezier van hebben gedurende de rest van je studie, al je stages en als je in de zorg gaat werken, in het ziekenhuis gaat werken, later ook zeker tijdens je werk. Laten we van boven naar beneden de gebieden benoemen.
Cefaal, oftewel hoofd. Frontaal, oftewel voorhoofd. Orbitaal, oogholte. Nasaal, neusholte. Oraal, mondholte. Cervicaal is nek. Thoracaal is borstkas. Axillair is oksel. Sternaal is borstbeen. Mammaal is borst. Brachiaal is arm. Carpaal is pols. Digitaal is vingers. Abdominaal is buik. Umbilicaal is navel. Inguinaal is lies. Pubis is de genitale regio. Femoraal is het bovenbeen. Patellair is de knieschijf. Cruraal is het onderbeen. Tarsaal is de enkel. Pedaal is voet. Digitaal is de teen. En dan nog de hallux, de grote teen. En dan gaan we nog even snel de achterkant doen. Occipitaal is het achterhoofd. Vertebraal is de wervelkolom. Lumbaal is de onderrug. Gluteaal zijn de billen. Sacraal is het plekje net boven de billen bij het heilig been, oftewel het sacrum. Perineaal tussen de anus en de genitalia. Popliteaal, de knieholte. Calcaneaal, de hiel. En plantair, voedsel. Het abdomen is dan het allerlaatste wat ik jullie wil laten zien. Als mensen buikpijn hebben, is het heel erg van belang om te weten waar de buikpijn precies zit. Buikpijn linksboven in de buik kunnen hele andere ziektes zijn dan rechtsonder. Daarom hebben we de buik in 9 vakjes ingedeeld, zodat we heel precies kunnen beschrijven waar de pijn zit. Deze 9 regio's zijn de regio epigastrica, de regio umbilicalis, de regio hypogastrica en de regio's hypochondriaca rechts en links, de regio abdominalis lateralis rechts en links en de regio fossa iliaca rechts en links. Het zijn een hele hoop nieuwe termen, maak er vooral een print screen van en maak ze je eigen. Dat is dé manier om in je verdere studie, al je stages en uiteindelijk op je werk te begrijpen waar iedereen het over heeft. Als je de woorden kent, ga je op een gegeven moment de verbanden zien. Ik geef je alvast een voorbeeld voor de term femoraal die je net hebt geleerd met de betekenis bovenbeen. Het bot dat daar loopt heet het femur. Het bloedvat dat daar loopt heet de arteria femoralis. De zenuw, de nervus femoralis. En als je het bot breekt, dan heet dat een femurfractuur. Dat is precies wat ik bedoel. Al die overeenkomsten tussen die woorden. Als je eenmaal deze woorden kent, kan je daarna zoveel makkelijker verbanden leggen en het menselijk lichaam snappen. Voor je cijfers is dat heel fijn, maar ook voor je eigen kennis en vooral voor je patiënten later. Het is even een investering, maar ik beloof je dat het het waard gaat zijn. Heel veel succes met deze woorden en als je nog vragen hebt, schrijf het dan vooral hieronder. Ook ben ik heel benieuwd wat je vond van deze video. Ik hoor het graag in de reacties. Bedankt voor het kijken.